is gewoon nog steeds Idols. Dat is gewoon leuk eraan, dat je gewoon weet wat je krijgt. Je krijgt talent, maar je krijgt ook de gekkies. Je ziet kandidaten die komen binnen, volslagen arrogant over het paard getild en kunnen vervolgens voor geen meter zingen. En je hebt hele schuchtere grijze muisjes die zeggen nee, let niet op mij, let niet op mij. En die trekken hun strot open en die blijken prachtig te kunnen zingen. Het was mooi, het was soms een beetje een soort van awkward. Als iemand heel slecht is, dan denk je van, oh, dat is best wel awkward. Wat ga je nu zeggen? Het is heel moeilijk om mensen toch om proberen op zo'n genuanceerde manier de waarheid te vertellen. Ga je dat mooi proberen te kletsen of ga je het mooi proberen te formuleren terwijl het eigenlijk gewoon slecht is? Je hebt ook mensen die zien het als een uitje, een dagtripje Idols of misschien een weddenschap. Van jij durft nooit mee te doen aan Idols, nou wedden dat ik het wel doe. Ja. Ja, die krijgen dan van ons te horen, je kan er niks van. En die gaan juichend naar buiten en incasseren 100 euro bij hun vrienden.